Goedemiddag iedereen en welkom terug bij een totaal nieuwe serie op het kanaal van Zelda Play 20, want ik ben er weer! Welkom bij Let's Play Terraria. Deze Let's Play gaat zoveel avontuur geven. Oh jongens, ik heb hier zoveel zin in. Dit gaat leuk worden en ik kan hier met de maan of met de zon spelen als ik er zin in heb. Nu is het licht, nu is het donker, nu is het licht, nu is het... Oké, maakt niet uit. Als je in het spel begint, dit is het scherm wat je ziet. Voor de mensen die het spel mee willen spelen, er staat een link in de beschrijving waar dat je dit spel zou kunnen kopen. Ik geloof dat het nou een 10 euro is, maar ja, dan kun je dus zeg maar meespelen. Wil je nog meer van het spel weten? Nou, daar gaan we gewoon nog eens een beetje in duiken. Je begint zeg maar met de singleplayer te maken. Ik heb verschillende karakters zoals je dus zeg maar hier ziet. Onze main karakter wordt op dit moment Stefan, dus heel erg handig om dat te weten. Je kunt een karakter creëren, dan kun je de haar kiezen, haarstijl en alles. Je kunt eyeskleur kun je kiezen, skinkleur kun je kiezen, clothes kun je kiezen. Je kunt van alles eigenlijk een beetje kiezen, male, female, kan allemaal. Deze daarentegen is heel erg belangrijk. Je hebt softcore op het moment dat je dus zeg maar doodgaat. Dan verlies je de helft van het geld wat je op dat moment bij je hebt. Wat geld is, dat wordt allemaal uitgelegd in deze let's play. Medium core, op het moment dat je doodgaat verlies je al je items. Moet je teruglopen naar de plek waar dat je dood bent om al je items weer op te pakken. En hardcore spreekt voor zichzelf. 1 keer doodgaan en het is game over. Voor deze let's play hebben we gekozen voor een softcore, omdat het is een heel groot spel. En ik hoop niet zo vaak dood te gaan, laten we het daar gewoon op houden. Dus dan zijn we daarvan in ieder geval op de hoogte. Ja, doe maar softcore en dan kan ik gewoon back doen. Nou, als je dus zeg maar een karakter gemaakt hebt, dan kom je dus bij een wereld. Nou, je ziet dat ik heel erg veel werelden heb. We hebben daar al onze let's play wereld voor. Maar om heel eventjes te laten zien hoe dat het werkt, je kunt dus zeg maar een world size kiezen. Je hebt een small world size, dat is een hele kleine wereld. Een medium, dat is iets groter. En large, dat is de grootste wereld die je kunt krijgen. Voor de let's play, om ervoor te zorgen dat we echt alles kunnen coveren, zoveel mogelijk kunnen coveren, want sommige dingen zijn random generated en luck based. En de let's play vloek, ik weet niet of die heel erg actief gaat worden bij deze let's play. Maar heb ik dus zeg maar een large world gekozen. Dus, zonder enig oponthoud, laten we maar erin gaan duiken. Hier beginnen we met Let's Play Terraria. Oké, dus we beginnen hier met onze wereld. En dit is dus zeg maar onze spawnplek waar we dus zeg maar beginnen. Je begint met een zwaard waarmee je kunt aanvallen. We beginnen met een pickaxe waar dus dat we mee kunnen minen. En we beginnen met een axe waarmee dat we hout kunnen hakken. Nou, dat is het eerste wat we willen doen. Ik heb ook een carrot. Carrot, dat was gespecialiseerd, of dat was zeg maar toegevoegd bij de Collector's Edition. Daar heb ik het een en ander voor, dus die zal niet bij het spel zitten op het moment dat je het spel koopt. Er is een tutorial voor op internet hoe dat je zeg maar, dat wel kan vinden, maar dat maakt niet uit. Maar als je die gebruikt, hebben we een pet bunny. En voor deze let's play noemen we hem Fiver. Waarom Fiver? Dat leg ik later wel uit. We gaan eerst eventjes wat meer focussen op het uitleg van het spel. Nou, je wilt beginnen natuurlijk met houten hakken. En Fiver die gaat ons overal naartoe volgen. Dus dat wordt onze kameraad, zeg maar, deze entire let's play. Dus ik heb er best wel zin in. Nou, wat ik heel erg mooi vind van dit spel is, als je dus bij dit spel begint en je hebt geen flauw idee wat je moet gaan doen, dan heb je hier onze guide. Zijn naam is Brian. Hallo Brian, ik hoop dat jij het spel niet gaat breken voor mij. Haha, gamepit grap daar. En dan kun je dus zeggen, they say there's a person who will tell you how to survive in this land. Oh wait, that's me! Nou, en als je dan nog een keer, you can use your pickaxe to dig through dirt. En hij geeft dus altijd advies, zeg maar, wat je kan doen. Dus kom je even vast te zitten, kun je altijd met je guide praten om te vragen wat het beste is, wat je dus, zeg maar, kan doen. Nou, wat dus heel erg belangrijk is, is om de eerste dag een soort van beest te maken waar dat we dus, zeg maar, kunnen zorgen dat we gaan overleven. En dat gaan we dus nou zeker ook doen. Nou, ondertussen dat ik een beetje hout aan het hakken ben, kan ik jullie vertellen dat er komt een wall of comments dat anders gaat werken als in Minecraft. Want dit spel is totaal anders als Minecraft. Dus voor de mensen die willen vragen, wat vind je leuker, Minecraft of Terraria? Nogmaals, het zijn twee hele verschillende spellen. Het is hetzelfde als dat je gaat vragen, wat vind je leuker, Mario of Zelda? Kun je ook antwoord op geven daar niet van. Dus als je die vraag zou willen weten, nou, ik vind op dit moment Terraria één van mijn favoriete PC-spellen ooit. Ik heb het spel gekregen van de Touwler. Niet wetende wat voor spel dat het zou zijn. Ik ben het toen gaan spelen. Ik ben er dieper in. Ik heb een try-out gedaan. Geen flauw idee wat ik aan het doen was. Ik zal die link eventjes in de beschrijving ook bijzetten. Dan kun je die video zeker zien als je daar behoefte aan hebt. Maar dit is de actuele let's play. Waar dus dat we alles goed gaan coveren en hoe dat het spel gaat werken. Er komt een dead counter in. Dus hoe vaak dat we doodgaan, hopelijk is het maar heel weinig. Maar die gaat erin komen. Dus hopelijk hoef ik die niet heel erg vaak erin te editen. Hopelijk kan ik best wel pro overkomen. Dus ja, ik denk dat ik nog wel een beetje genoeg heb uitgelegd.
items die je hebt, zeg maar, kunnen een speciale stat krijgen bij random. Dus op het moment dat je een item maakt, kan het een hele slechte kwaliteit hebben. Of een hele goede kwaliteit. Of een kwaliteit die daartussenin zit. Dus, spannend. Tot nu toe hebben we alles default. Dus, dat wil zeggen dat er dus, zeg maar, niks bij staat. Je kunt bijvoorbeeld een lazy axe hebben. Dan is die heel erg traag. Je kunt een superior axe hebben. Dan is die weer heel erg snel. En dan heeft hij weer andere stats. Die dan, zeg maar, zorgen dat hij wat meer schade tegen vijanden zou doen. Noem het maar op. Maar ik ben nou dus even heel erg saai met hout bezig. Omdat we moeten natuurlijk wel onze eigen base maken. En dan hebben we hier hebben we dus, zeg maar, onze life. We hebben 100 life op het moment. We hebben mana. Daarmee kunnen we magische spreuken doen. Mochten we een magisch item vinden. Maar zover zijn we nog niet in het spel. Want het is pas part 1, jongens. En part 1 is altijd een beetje aan de rustige kant. Nou, zoals ik ook op Facebook heb vermeld en Twitter. Bij deze Let's Play gaan we dus ook weer 2 giveaways weggeven. Wat ik van plan ben om weg te geven op het einde van deze Let's Play, hebben we dus, zeg maar, de Wall of Comments. Die gaat vanaf aflevering 6 hopelijk beginnen. En dan beginnen we dus, zeg maar, met de aflevering 1 comment, aflevering 2 comment en zo verder. Sta je op de Wall of Comments, dan ben je automatisch geselecteerd voor één van de giveaways. Eén van de giveaways, dat is de Smash Dog Tag. Dat is een collectors item wat je kreeg bij de Super Smash 3DS of de Super Smash voor de Wii U. Als je die had gepreorderd, ik mag er weer eentje weggeven, want ik heb er hier eentje weer klaar liggen. Hartstikke leuk. Maar de tweede giveaway wordt iets speciaals, iets wat ik eigenlijk nog nooit heb gedaan. En ik vind het leuk om deze weg te geven, want mocht je dit spel nog niet hebben, dan kun je op het einde van deze Let's Play, mocht je nou zeggen van, goh, ik vind deze Let's Play zo leuk, dan krijg je dus, zeg maar, het moment dat je dan dit spel, zeg maar, als giveaway gaat krijgen. Dus dan koop ik het spel voor jou. En dan heb je dus, zeg maar, een spel van Terraria dat je dus, zeg maar, kan spelen wanneer dat je wil. Het enige is wat je dus nodig hebt is... Oeps. Sorry. Jullie hebben niks gezien. Het enige wat je dus nodig hebt is dan, zeg maar, Steam en de PC om het natuurlijk op te runnen. Je kunt het zelfs op een Ik kan het zelfs op mijn laptop runnen. Zo erg vloeiend loopt het spel. Nou, ik ben heel eventjes hier een vlakke land aan het maken om er dus voor te zorgen dat we alvast eventjes een basishuisje kunnen maken. Wat heel erg belangrijk is. Dus eventjes hier een beetje de wereld even een beetje vlak maken zo... Ik bedoel, Brian, die moet natuurlijk wel onderdak hebben, want Brian die staat daar niet veilig. Want ja, Brian kan dus ook, zeg maar, doodgaan en dan komt er een andere guy. Maar Brian is op dit moment een beetje ons vriendje. Dus vandaar dat het heel erg belangrijk is dat we Brian zeker laten leven. Nou, heel erg belangrijk, we gaan dus eerst het huisje maken. Dus dat ga ik heel eventjes tellen, heel erg saai. Maar dat leg ik zo wel uit waarom. Dus even kijken, muur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 muur! Oké, nou de reden waarom dat ik dat zo tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oké. De reden waarom dat ik dat zo tel, dat heeft te maken met als je een NPC-huisje wil maken, tot er dus, zeg maar, meer mensen zouden gaan spawnen in je wereld. Dan moet je dus, zeg maar, huizen voor hun bouwen. En wat dus heel erg belangrijk is, is dat je dus, zeg maar, een huis maakt van minimaal 7 breed en ik geloof 5 hoog. En daar moeten dus, zeg maar, bepaalde items in zitten, maar daar komen we op het moment dat we dat gaan bouwen. Maar ik hou een beetje alvast van vooruitdenken, dus daarvoor heb ik dat alvast zo aangepakt. Nou, ons manier van bouwen, dat is hier heel makkelijk gemaakt. Als ik op escape druk, zie je dus, zeg maar, onze hele inventory. En dan hebben we dus, zeg maar, hier onze crafting material. En als ik dan op het hamertje klik, kun je dus precies zien wat we allemaal kunnen maken. Kunnen torches op dit moment maken. Maar we kunnen dus ook een workbench maken. Dat is zeker wat we nodig hebben. Nou, dat is 10 hout. Het enige wat ik hoef te doen is erop te klikken. Poef! En we hebben automatisch een workbench die ervoor zorgt dat we veel meer kunnen maken. Nou, het eerste wat ik aanraad dat je maakt is een wooden sword. Klinkt misschien heel erg raar, want we hebben een copper sword short. Is zo'n vervelend wapen. Dus, oké, we hebben een default. Oké, nou, dan kunnen we die mooi gebruiken. Dat is goed, dat is goed. En dan wil ik nou ook eventjes een paar deuren maken, wat heel erg belangrijk is. Zodat we, zeg maar, erin en eruit kunnen lopen. Dus heel eventjes zo... Een deurtje bouwen hier. En ik denk dat het ook handig is om aan de andere kant een deur te bouwen. Als je een wereld start heb je kans op 2 werelden. Je hebt kans op een crimson wereld en een corrupted wereld. Wat deze werelden precies inhouden kan ik pas later vertellen. Want het is makkelijk om het uit te leggen als je het met je eigen ogen ziet. Dit spel zit bomvol met avontuur. En ik heb een hamer nodig. Kan ik een hamer maken? Spel, mag ik een hamer? Ja, ik kan een hamer maken. Je zou ook een wooden armor kunnen maken, maar daar heb ik nog helemaal geen zin in. Ja, je kunt zelfs een armor maken van hout. Geweldig! Maar daar heb ik geen zin in. Dus, ik vind het eventjes belangrijk dat we nou een beetje een safe house hebben.
Ondertussen dat ik hiermee bezig ben, kan ik jullie dus ook vertellen. Ja, ik ga naar de YouTube gathering die in mei wordt gehouden. Ik zal een link in de beschrijving neerzetten. Voor informatie over de Dutch YouTube gathering. De Touwler zou er ook aanwezig zijn. En ik heb even wel wal nodig om achtergrond te maken. Dus heel eventjes. Daar hebben we toch wel wat even van nodig. Trouwens, je ziet mij af en toe wel eens een keer dat gele blokje hebben. Als ik op de linker control één keer druk, dan krijg je dat blokje. En dat zorgt ervoor dat je automatisch kan plaatsen of automatisch kan mijnen. Heel erg handig. Maar goed, over de Dutch YouTube gathering. Ja, kaartje is wel een beetje duur. Kaartje is €25. Dus ja, best wel prijzig. Het zal gehouden worden in de jaarbeurs in Utrecht. Dezelfde plek waar dat zeg maar de first look wordt gehouden. En ja, ik zal er aanwezig zijn. Maar goed, Fiverr, ik vind het gezellig dat je erbij bent. Nou, ik ga deze aflevering niet zeg maar te veel bezig zijn met het bouwen van een huis. Ik wil toch wel een beetje ook gaan exploren. Dus ik ga een beetje een paar toortjes maken. Want we hebben echt zeg maar ook stenen nodig om dus zeg maar iets te maken. Nou, een NPC-huisje, wat ik dus heel belangrijk vind, is tot daar een beetje variatie in zit. We hebben kisten nodig om onze items in te kunnen storagen. Dus laten we een beetje van de wereld gaan exploren. Dat lijkt me hartstikke leuk om te doen. Dus laten we daarmee beginnen. En ja, er lopen ook random bunnies rond en dat vind ik wel gezellig. Hallo! Oké, nou Fiverr, we gaan op een avontuur. En dan kan ik een beetje vertellen over Fiverr. Ondertussen dat we hier dus gewoon een beetje rondlopen, want we gaan op zoek naar kisten. Kisten zijn heel erg belangrijk om, zeg maar, equipment te vinden die ons gaan helpen in onze quest. Dus laten we hopen dat ik hier ergens al... Ik zie hier al een hele mooie cave, maar ik wil nog niet echt een cave system in. Oeh, het is wel donker. Ja, over de brightness, daar kan ik helaas niks aan veranderen. Op het moment, de brightness staat op zijn max. Dus als het heel erg donker wordt, voor mij wordt het dan heel erg donker. Maar dan is het dus zeg maar wat ik zie, zien jullie op dat moment ook. En helaas zit hier geen kistje. Zit hier wel een hele mooie cave, maar die gaan we zeker exploren. Maar nu nog niet. Ik wil eerst even een paar kistjes hebben voordat we daar echt mee gaan beginnen. Dus ja, heel erg fijn om daar dus te weten dat daar een diepe cave zit. Goed, nou eventjes over de uitleg over Fiverr. Fiverr is eigenlijk een karakter uit de serie What a Ship Down. Mocht je er niet van gehoord hebben, Fiverr is een konijn die heeft dan visioenen over wat er in de toekomst kan gebeuren. En die kan dus waarschuwen op het moment dat er gevaar is. En hey, kistje! Nou, in dit spel kan dat natuurlijk niet, maar het leek me wel leuk om een icoon daarvoor neer te hebben, omdat het best wel spannend is. Want er zit heel veel gevaar in Terraria. Je hebt heel veel bazen, je hebt heel veel vijanden. Op dit moment komen we alleen slimes tegen, maar dat maakt niet uit. Dus, Oké, wat hebben we? Throwing dead knives, niet echt handig. Lead bar, oké, we hebben dus lead. Lead is te vergelijken met iron. Je kunt ook iron hebben, dus het ligt eraan wat voor wereld dat je hebt. We hebben healing potions, dat is handig. Kunnen we dus healen op het moment dat we op H drukken. En dan herstellen wij dus zeg maar 50 health. Leuk ding over healing potions. Healing potions, ook al heb je 100 healing potions bij je, je zult altijd kwetsbaar blijven. Want een healing potion, op het moment dat je een healing potion gebruikt, heb je een cooldown van 60 seconden, oftewel een minuut. En dan kun je dus zeg maar geen healing items gebruiken. En er is geen item om dit te preventen. En dit zorgt ervoor dat je dus een goede uitdaging hebt. Maar Zelda player, op de thumbnail had je een rood shirt aan en nu heb je een wit shirt aan. Kun je alsjeblieft uitleggen waarom dat is? Ja, ik heb namelijk... Oh boy. Dit is de corrupted wereld. Wegwezen hier. Is veel te gevaarlijk. De reden dat ik een wit shirt aan heb getrokken, dat is... er is iets fout gegaan bij de eerste opname. Toen heb ik hem veel te ver uitgezoomd opgenomen. En moest ik dus zeg maar de hele opnamesessie opnieuw doen. In die video had ik gevraagd of jullie graag een pet bunny wouden zien. Heel veel mensen wouden dat heel graag zien. Dus leek het me het leukste om dat gelijk erin te gooien. En we hebben hier al gelijk een Eater of Souls. Oh boy. Voice crack. Ik ga wegrennen. Oh, dit is... Volgens mij is dit koper of tin. Is dit tin? Dit is tin. Waardeloos. Tin staat gelijk aan koper. Is zwakker dan iron of lood. En wil je dus echt niet meenemen, want het is echt een waardeloos materiaal. Nou, wij gaan de andere kant op, want wij willen nog echt niet naar een corrupted biome. Op het moment dat we bij een corrupted biome aankomen... Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Nee, 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 nee. Sterf. Dank je. Op het moment dat wij dus zeg maar in een corrupted biome aankomen, dan zitten daar hele sterke vijanden, hele gevaarlijke vijanden. Daar zijn we echt nog niet klaar voor op dit moment. Dus laten we daar nog maar niet naartoe gaan. Nou, ik hoop dat Brian zo slim is om zo snel mogelijk naar dat huis daarin te gaan, want die teleporteert automatisch als het wordt geteld als een huis. Nou, hout hebben we nog op het moment genoeg, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Ons main goal is om nou een paar kisten te vinden, voordat we dus zeg maar verder gaan met het bouwen van ons huis. Dus... Laten we maar eventjes een beetje de wereld gaan exploren. Je hebt dus zeg maar de map. Als ik op M druk, kan we de hele map zien. Dat zal ik al eventjes doen.
Je ziet het, het is een hele grote map, maar ja, dat is eigenlijk best wel handig. Oké, wat hebben we hier? Kistje! Oh, please, laat er even zo'n goede item in zitten. We hebben echt items nodig, jongens. Een boomerang. Rootless. Kijk, dat bedoel ik dus. Hè? Je kunt dus default wapens vinden en... slime. Ik ben eventjes aan het kijken wat hier allemaal in zit, dus alsjeblieft sterf. De muziek is zeer belangrijk in deze Let's Play. Op het moment... Tim Bars, joepie. Op het moment dat je de muziek hoort veranderen, dit is de avondmuziek. De avondmuziek begint te spelen op het moment dat de avond valt. Dus hoor je deze muziek, dan weet je dus dat het avond is geworden. En dan zullen zombies vliegende ogen veranderen in komen in plaats van de slimes die we dus zeg maar tot nu toe tegen zijn gekomen. Hier zijn wij nog niet geëquipt voor, dus dit is nogal dangerous. Maar ik ga gewoon nog heel eventjes door met exploren. Dit is diep. Kan ik te halen? Er zit falling damage in dit spel, dus kijk ermee uit als je dus zeg maar van grote hoogstes afvalt. Want dat kan behoorlijk veel schade doen en je een zeer pijnlijke dood geven. Wat we niet willen. Oogbal, waarom blijf je me volgen? Ik denk dat ik beter mijn boomerang. Ik heb nou een nieuwe boomerang. En die ga ik ook gebruiken ook. Hallo. Oké, nou, zit hier een kistje? Zit hier onder een kistje misschien? Nou, weet je waar, we gaan gewoon heel eventjes hier doorheen minen. Ik kan al een cave ingaan, maar geloof me, dat willen we op dit moment nog echt niet. Dus, waarom doe je het dan? Nou, dit is nog niet echt een cave system. Het is wel een cave system, dat wel. Maar, aangezien... Oeh, een egglet. Extra movement speed. Ja, dit... ik moet heel veel uitleggen, jongens. Mijn excuses als ik van de hak op de tak spring. Maar dit zorgt ervoor dat we dus, zeg maar, 5% sneller gaan lopen. En die kunnen we dus, zeg maar, equippen in onze accessory slot, waardoor dat we sneller lopen. Handig! Zeker handig ook wel later in het spel, maar daar kom ik later wel op, dus. Wat was ik aan het uitleggen? Ja, de muziek is dus, zeg maar, heel erg belangrijk. Laat je dus horen of je bovengronds, ondergronds in een biome bent. Of dat je dus, zeg maar, op het moment in een grot zit of niet. De muziek die nou speelt is de avondmuziek, dus een klok heb je eigenlijk niet nodig, want je hoort het precies aan de muziek welke tijd dat het is. Ligt eraan welke biome je er bent, moet ik er wel bij zeggen. Dus op dit moment zitten we dus zeg maar in de nachtwereld, gewoon een normale default biome. En dat kan nogal creepy zijn, dus ik wil die pot eigenlijk even breken. Ik neem jullie gewoon mee op dit avontuur, dus het is allemaal random gegenerated, dus ik heb geen flauw idee wat ons te wachten staat. En ik wil hier eigenlijk nou omhoog om te kijken of we dus nog een paar kistjes extra kunnen vinden. Zodat we al een kleine storage gaan hebben. Voordat we op een mining avontuur gaan en heel veel equipment gaan vinden. Ja, er zijn hier bosses. Ja, ontiegelijk veel bosses. Oh jongens, dit is een avontuur. Daar word je echt vrolijk van. Dus heb ik eigenlijk nou een beetje alles uitgelegd. Ik bedoel, ja, mocht je nog vragen hebben over een bepaald iets, kun je dat altijd kwijt in de reacties natuurlijk. Heel erg belangrijk, dus... Deze boomerang, daar ben ik blij. Oh boy, auw. Oh, die doet 18 damage. Oh boy. Ah, waar kom jij vandaan? Ik kan me nou niet zeggen dat we al gelijk weer bij een extra corrupted wereld komen. Want dan hebben we deze kistjes waar we het mee moeten doen. Oh boy. Fiverr, had je me niet even kunnen waarschuwen dat dit gevaarlijk was. Dat dit een heel dom idee was. Baal ik wel van, want ik had eigenlijk gehoopt op een grote boom of iets. Ja, ik zie de hele tijd Eater of Souls komen en daar ben ik niet blij mee. Jongens, kunnen jullie mij heel even mijn rust laten, alsjeblieft? Ik word hier geswarmd door de vijanden. Oké, jij bent bijna dood. Oké. Ik weet het, het wordt heel donker hier op het moment. Oké, ik heb nog 34 health. Laat ik hier even een toortje plaatsen. Dan zien we tenminste wat ik doe. Oh boy, 17 health. Kijk, hier heb je die cooldown, zie je dat? Die telt voor je af. Heel erg leuk. Oké, nou, ik weet niet waarom dat daar al een Eater of Souls de hele tijd vandaan komt. Oh boy. Misschien is het een beter idee om naar huis te rennen. Ik bedoel... Volgens mij is dat geen verkeerd idee. Ja, daar hebben we ook corruptie in. Oké. We moeten dus nou echt al naar een cave. Want we zitten dus gesandwiched tussen twee corruptie biomes. Wat niet goed is. Aangezien dat we dus zeg maar geen defense hebben. Ik had gehoopt dat ik naar een desert kon lopen voor cactus armor of zo. Maar het ziet er naar uit dus dat we wooden armor moeten gaan beginnen. Dus ik ga heel even wat extra wood minen. Voor dus zeg maar wat wooden armor. Tot we een beetje defense hebben voordat we een cave ingaan. Dus ja... Niet slim eigenlijk om dit al gelijk s'avonds te doen, maar ik ben eigenwijs, dat weten jullie van mij. Oké. We hebben twee kisten, dus ik kan op zich al een beetje materials plaatsen. En oh mijn god, het zwaard dat doet bijna geen damage. Oh, het is handig tegen slimes, maar echt niet tegen zombies. Oh boy. Nou, mijn main goal van deze Let's Play. Ik wil... De sterkste armors laten zien. Ik wil de sterkste wapens laten zien. Ik wil alle bazen laten zien.
Ik wil laten zien, zeg maar, hoeveel variatie dit spel te bieden heeft. Wat ik ook heel erg belangrijk vind om te laten zien, is dus, zeg maar, de meeste NPC's die je hebt. Dus dit kan een behoorlijke grote let's play worden. En ik wil ook heel erg benadrukken dat dit spel totaal anders is dan Minecraft. Ik weet het, je hebt crafting, je hebt sommige materials, maar om een voorbeeld te geven. In Minecraft kun je binnen een uur, zeg maar, al diamond armor hebben. In dit spel werkt het niet zo. In dit spel, hoe verder dat je komt, je wordt keer op keer beloond met nieuwe items. En dat is gewoon geweldig. Ik vind dit spel zo gaaf, jongens. Ik ben zo blij dat ik dit spel jullie kan laten zien. Dus, ik neem nog heel eventjes dit hout mee en dan ga ik naar huis toe. En dan hoop ik dus, zeg maar, eventjes wat wooden armor te kunnen maken. En dan ben ik een heel blij konijntje, net zoals Fiverr. Fiverr is ook een heel blij konijntje, want ik ben nog steeds niet dood gegaan. Toch, Fiverr? Je bent toch blij, hè? Je bent toch... Ja, ik sla hem eventjes. Je bent toch blij? Hij kijkt heel erg blij. Kijk naar zijn lieve gezicht. Oh, boy. Mag ik niet eventjes laten zien hoe blij Fiverr is? Hier, als je heel goed kijkt, dan zie je gewoon een smiley. Je ziet gewoon een smiley. Oké, nou. Voor de nieuwe mensen, ja, konijnen zijn mijn lievelingsdieren, dus ik ben heel erg blij dat ik dus, zeg maar, een pet bunny, dat jullie daar ook dolgraag wouden zien. Hartstikke leuk. Dus nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Heel eventjes over Eater of Souls. Ook al is het dag, ook al is het nacht, het maakt niet uit. Eater of Souls zullen altijd blijven spawnen in die biome. Het zijn andere vijanden als je een Crimson World hebt. Ik kan helaas niet twee werelden tegelijkertijd laten zien. Misschien dat ik in deze let's play heel eventjes langs de Crimson ga om eventjes de verschillen te laten zien. Maar dat is voor latere zorg. Dus in, ja, aflevering 1 zal sowieso wat langer zijn als altijd, aangezien dat er heel veel tutorial in zit. Dus mijn excuses... Oh, druk van geluk op caps lock. Mijn excuses daarvoor. Maar ja, ik weet dat sommigen heel erg blij zijn als er dus, zeg maar, een lange aflevering komt. Dan heb ik nog een leukere verrassing. Aangezien dat gisteren de aflevering een beetje verkeerd is gegaan en ik dus, zeg maar, overnieuw moest beginnen, heb ik besloten om ook nog eens een keer voor te zorgen dat er vandaag twee afleveringen geüpload zullen worden. Dus na deze aflevering komt er nog een tweede aflevering. Je kunt kijken wanneer dat je wil, dus je hoeft ze niet alle twee tegelijkertijd te zien. En morgen gaat het gewoon weer verder met het normale schema van één aflevering per dag. En in het weekend gaat natuurlijk de weekend special weer verder. Goed, heel veel uitleg. Even kijken, ik heb de uitleg gedaan over de Terraria. Ik heb uitleg gedaan over dat ik naar de dingen ga. Ik heb uitleg gedaan over de giveaway. Heb je nog vragen over de giveaway, kun je altijd plaatsen in de reacties. Heb je nog ergens anders vragen over, kan dat geplaatst worden in de reacties. Laten we maar naar huis toe gaan, want het is best wel... Oh! Oeh, ik loop bijna in jou. Ik ben best wel eng. Wil alsjeblieft doodgaan? Kun je shackle droppen? Ah... Ja, het leuke van de vijanden hier is, ze hebben random drop chances om dus, zeg maar, bepaalde dingen te kunnen droppen. Bijvoorbeeld zombies hebben de kans om een shackle te droppen wat extra defense geeft. Ogen hebben de kans om een lens te droppen wat we later nodig hebben om de suspicious looking eye te maken. Wat dus, zeg maar, nodig is voor de eerste baas op te roepen. Dus alle vijanden die je verslaat hebben ook echt, zeg maar, een nuttig iets. En ogen die zullen dus, zeg maar, wegvliegen op het moment dat het auw dag wordt. Ah, Fiverr, het zou fijn zijn als je mij een beetje kon beschermen. Maar ja, ik ben al blij met je, dus oké. Laten we hier omhoog gaan. We zijn bijna bij ons thuis. Bijna thuis. Stefan is veilig thuis. Oh boy, ik word gesandwiched. Oh boy, oh, nee. Zoals je ziet krijgen we dus ook geld. Je ziet copper coins. Soms zie je een silver coin verschijnen. Het voordeel van coins is, op het moment dat je dus, zeg maar, coins krijgt, 100... Ik gebruik even een health potion. Op het moment dat je dus, zeg maar, coins krijgt, 100 copper coins is 1 silver coin, 100 silver coins is 1 golden coin, en 100 golden coin is 1 platinum coin. Platinum is natuurlijk het meest waardevolle coin die je kan krijgen, want geloof me, zo snel krijg je niet echt een platinum coin. Dus met dat gezegd te hebben... Je kunt dingen kopen in dit spel. Op het moment, ja, niet met echt geld, met in-game geld natuurlijk. Dus als je, zeg maar, NPC-huisjes maakt, dan komen er dus, zeg maar, shops available. En die zullen je dus helpen met het verkoop van bommen bijvoorbeeld. Of handige wapens. En oh mijn god, dat zijn veel ogen. Oh, het is dag. Het is dag, de muziek verandert. Horen jullie dat? De muziek is veranderd, het is weer dag. Dus de gevaar is weer voorbij. We zullen... Gerrit, heb jij daar... Gerrit... In een andere wereld heet hij Gerrit, mijn excuses. Brian, heb je nou hier de hele avond gestaan? Moet je zelf weten. Oké, nou, wat ik nou nog heel eventjes snel... Ja, nee, we zitten... Nee, dat doe ik in de volgende aflevering.
We zijn dus hier naar teruggekomen. We hebben drie kisten gevonden. Dat is zeer handig. Dus wat ik ga doen is, ik ga deze aflevering sluiten. Ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Hoop dat jullie deze let's play heel erg leuk gaan vinden. Begin is natuurlijk een beetje matig, omdat het is het eerste. Dus je moet echt beginnen met de basics. Maar we gaan dus in de volgende aflevering, ga ik heel eventjes beginnen, snel aan de storage ruimte. En gaan we dus beginnen met het exploren van een dungeon. Ik hoop jullie dan allemaal te zien. Dank jullie wel voor het kijken. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Heb je vragen over het spel? Laat het weten in de reacties. Ik lees alle reacties. Dus ja, mocht een vraag niet gecoverd zijn in de let's play, zal ik hem zeker beantwoorden. Ik dank jullie voor de support. Dank jullie wel voor het geduld dat jullie hadden tot deze aflevering later kwam. Aflevering 2 zal zo geüpload worden. Dus ja, bedankt voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien in part 2 die vandaag ook geüpload zal worden. Dus tot dan! Doei!